Daniel van Wezenbeek. 2019 wordt een belangrijk jaar, want er zijn verkiezingen voor dit parlement hier. Maar laten we eerst eens kijken naar de verkiezingen die al gepasseerd zijn, die van 2018, de lokale verkiezingen, waar u opkwam in Lubbock voor Open VLD. Ja, dat was geen sinecure, want de meest populaire politicus van België, Theo Franken, die ja, is een dorpsgenoot van u. Ja, dat is waar. Dat was een hele grote uitdaging. Maar we hebben die toch aangenomen. We hebben daar een hele positieve campagne neergezet in Lubbeek. We hebben daar een café open gedaan, het Blauwe Café. We hebben een volledige make-over gedaan. Eigenlijk om te tonen van, kijk, hè, sommige dingen moet je gewoon doen. Hè. Dat was best wel een groot succes. Maar ik geef toe, dat was niet eenvoudig. We hebben ook de vorige kopman van VLD Lubbeek, heeft de partij eigenlijk verlaten. Dus ja, we zaten met een generatiewissel en dan nog eens in het dorp van de populairste politicus van Vlaanderen. Was dat gemakkelijk? Nee, maar ik zit wel in de gemeenteraad. Dus sommige dingen moet je gewoon doen om uiteindelijk een resultaat te behalen. Hè. Ja, politiek is ook iets waar je moet aan werken en opbouwen. Absoluut. En waar je moet fundamenten leggen. Zeker en vast. Wat je niet mag vergeten, ik woon ook nog niet zo lang in Lubbeek. Dus op zich ben ik wel tevreden over mijn persoonlijk resultaat. Hè. Ik denk dat ik nog maar een jaar of zo echt visibel ben in de Lubbeekse politiek. En dat moet je toch maar doen om uiteindelijk in de gemeenteraad te geraken. Wat bijvoorbeeld niet het geval was met Theo Franken, de eerste keer dat hij is opgekomen. Maar zoals u zelf zegt, politiek, dat vraagt heel veel tijd. Dat vraagt opbouwen totdat eigenlijk de mensen nu voldoende kennen en weten waar hij voor staat. Hè. Ja, maar u zegt dat vraagt heel veel tijd. U bent bedrijfsleidster, u hebt ook een aantal mensen in dienst. Mm-hmm. Waar vindt u dan nog de tijd om aan politiek te doen? Ja, maar dat is een kwestie van organisatie. Er zijn heel veel bedrijfsleiders die ook meerdere bedrijven hebben. Hè, en dat vraagt organisatie. Ik heb heel goede mensen binnen ons bedrijf die zelfstandig kunnen werken. Dus ik ben niet alleen een voorstander van entrepreneurship, maar ook intrapreneurship. Dus waar dan mensen eigenhandig beslissingen kunnen nemen en dat dan terugkoppelen met mij. En dat maakt dat ik eigenlijk tijd kan maken hier voor het parlement. En ik vind dat persoonlijk ook een meerwaarde. Hè. Dus ik heb die ervaring vanuit mijn bedrijf en ik kan die meebrengen hier naar het parlement. Maar ik zie ook bepaalde visies hier in de politiek die ik dan terug meeneem naar het bedrijfsleven. Dus dat is toch wel, ik vind dat een ongelooflijke eer dat ik eigenlijk in die twee werelden sta en ik kan ze verbinden met elkaar. Ja, er zijn binnen uw partij dan nog een aantal illustere voorgangers, ondernemers, die het geprobeerd hebben in de politiek. Fernand Huts en Mede Simpel. Dat was allemaal niet zo eenvoudig, want de meesten zeiden aan het einde van het verhaal, het gaat veel te traag. We kunnen er echt niks beslissen en realiseren. Dat het traag gaat, dat is waar, maar het brengt ook nuance. Ja, dus ondernemers vertrekken heel dikwijls alleen maar vanuit hun eigen standpunt. En als je in een politieke wereld terechtkomt, dan krijg je eigenlijk een venster om door te kijken naar de ganse samenleving. En dan word je toch wel iets genuanceerder. Ik denk dat er mensen zijn die daarvoor openstaan voor die nuance en andere mensen niet. Dus dat is één, om als reactie op mijn collega ondernemers te geven. Twee, denk ik dat het niet alleen ondernemers zijn die het niet altijd lang rekken in de politiek. Er zijn ook nog wel andere voorbeelden, maar daar wordt dan minder over gesproken. Ja, u volgde Gwendoline Rutten op, hè, voorzitter van uw partij in begin 2017. Wat zijn uw ambities bij de komende verkiezingen? Laat ons zeggen, mijn stokpaardjes zijn sowieso dat ondernemerschap. Hè. Dus ik zit nu in de commissie werk, economie, wetenschap en innovatie. Ik vind dat eigenlijk enorm, enorm boeiend. Maar wat ik eigenlijk vooral vaststel, is de thema's waar ondernemers echt van wakker liggen, die zitten eerder federaal. Hè. Dus dat gaat over fiscaliteit bijvoorbeeld, sociale zekerheid. Dat zijn toch wel zaken die je heel dikwijls in het bedrijfsleven terug hoort komen. Dus in alle eerlijkheid, ik ga moeite hebben met het Vlaamse werk hier achter te laten, maar ik zeg daarbij nog niet dat ik het ga achterlaten. Ik kijk eigenlijk naar de twee, daar is nog absoluut niks over bekend. Maar ja, ze interesseren mij alle twee. Ja, maar dus u hebt wel degelijk ook nog federale ambities? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, Daniel van Wezenbeek, we hadden het over de lokale verkiezingen. Die hebben eigenlijk wel iets losgemaakt. Een discussie rond het cordon sanitair en het opschuiven van N-VA naar de rechterkant. Ja, en dan komen we weer bij uw burgemeester terecht. We kunnen er blijkbaar niet naast, Theo Franken. Die zegt van ja, dat cordon moesten we eigenlijk al lang afgeschaft hebben. Wat is uw mening daarover?
Ja, ik vind dat dat absoluut niet waar is. Hè. Er zijn twee zaken die spelen. Enerzijds de democratie. Hè. Wat is democratie? Dat is een georganiseerd meningsverschil. Hè. Dat laat eigenlijk toe dat bepaalde partijen, ideologieën een spreekrecht krijgen. En ik denk dat dat hier nog altijd het geval is. Hè. Vlaams Belang heeft hier spreekrecht. Hè. Er wordt naar geluisterd en ze hebben... Zij krijgen een podium ook om hun mening te zeggen. Dus dat wordt nog altijd gerespecteerd. Anderzijds zijn er ook nog altijd de rechten van de mens. En respecteren ze die? Ik denk dat eigenlijk niet. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat andere partijen die daar nog altijd voor blijven vechten, dat die universele rechten van de mens, dat die gerespecteerd blijven. Partijen die een haatdiscours hebben ten opzichte van andere rassen of, en dan ga ik naar extreem links, ten opzichte van klasse, ja, ik denk niet dat we dat kunnen toelaten. Ja, je hebt het Vlaams Belang aan de rechterkant, maar aan die rechterkant wijst men dan met dezelfde vingers naar de linkerkant, naar de PvdA, mm-hmm. waarvan men zegt dat die eigenlijk ook wel in een cordon thuis horen. Mm-hmm. Zet u die twee in extremiteiten op dezelfde hoogte? Ja, ik denk niet... Ja, eigenlijk wel. Omdat het altijd gaat over een soort van haatdiscours. Het is altijd de schuld van een ander. Ik vind dat je eerder... Je bereikt meer in de politiek door opbouwend te werken, door samen te werken en niet altijd de schuld op iemand anders te steken. En er zijn toch echt wel een aantal vooroordelen vanuit, zeker dan vanuit de PvdA ten opzichte van het bedrijfsleven enzovoort. Ik heb het daar zeer, zeer, zeer moeilijk mee. Ik denk dat je altijd naar elkaar moet luisteren en opbouwend moet werken. En ik vind dat niet terug, nog bij extreem links, nog bij extreem rechts. Ja, u hebt gekozen voor Open VLD. Dat is eigenlijk een traditionele centrumpartij, liberale centrumpartij. Terwijl dat je toch tendensen ziet, binnen heel Europa zelfs, dat men meer en meer van dat centrum wegtrekt en naar die uithoeken gaat, politieke uithoeken, zowel links als rechts. Europees ja, maar er is recent een peiling uitgekomen die natuurlijk zegt dat de rechtsere partijen, en dan heb ik het over N-VA, die zijn wel gezakt en Open VLD is gestegen. Dus ik denk dat de mensen op een gegeven moment heel het negatieve, het polariserende ook wel beu worden en terugkiezen voor een positief verhaal. Dus hoe lang dat die trend nog gaat duren, dat die extreem rechts, en dan eigenlijk is het eerder het nationalisme dat aan het groeien is, maar ik denk niet dat gaat blijven duren, omdat die peiling onder andere ook aangeeft van kijk, oké, het is wel goed geweest, een positief verhaal, daar is zeker nog ruimte voor. Ja, hoe vormt u eigenlijk uw beslissingsproces als het gaat over een aantal dossiers waarvan u zegt van welk standpunt moet ik hier innemen? Gaat u dat overleggen met uw achterban of beslist u dat zelf thuis aan uw bureau? Hoeveel luistert u naar de mensen? Laat ons zeggen dat ik sowieso bevind ik mij heel veel in het bedrijfsleven. Dus ik praat heel veel met die mensen. Ik krijg ook heel veel input van bedrijfsleiders, ondernemers en zo verder. Dus ik neem dat ook wel mee naar het parlement. Soms toets ik dat ook wel af. Hè, van ja, wat denk je hiervan of wat denk je daarvan? Ik heb mij ook, eigenlijk moet u mij plaatsen onder, laten we zeggen, links-liberaal. Dat wil zeggen van kijk, ik als ondernemer, ik heb kansen gekregen, ik heb talenten gekregen en ik heb daar iets mee kunnen verwezenlijken. Ik denk dat we dat ook moeten stimuleren, dromen laten verwezenlijken. Anderzijds besef ik ook heel goed, en dat is onder andere door hier in de politieke wereld te komen, zijn er mensen die veel minder talenten hebben, ofwel de talenten hebben, maar ze niet kunnen ontwikkelen. Hoe komt dat? Omdat ze bijvoorbeeld een gehandicapt kind hebben, of omdat ze moeten zorgen voor zieke ouders, of wat dan ook. Hè. Die mensen moet onze maatschappij eigenlijk mee ondersteunen. Dus mijn verhaal is, enerzijds zorg dat mensen die willen ondernemen die kansen krijgen, dus die drempels verlagen en anderzijds ook mensen de kansen, mensen die minder talent hebben mee ondersteunen. Ja, u zegt links-liberaal. Liberaal sluit wel aan bij het bedrijfsleven, maar sluit links daarbij aan? Links? Kan je links zijn als bedrijfsleider? Ah, natuurlijk. Ik denk dat er meer en meer een trend is van ecologisch en maatschappelijk ondernemen. Het zijn echt niet allemaal mensen die alleen maar gaan voor de winst. Dat is trouwens ook niet mijn persoonlijke overtuiging. Ik vind het heel belangrijk dat onze werknemers bijvoorbeeld zich goed voelen. Wij hebben zelf ook een maatschappelijk doel. Wij hebben adoptiekindjes via Plan en International en zo verder. Dus heel die perceptie, want dat kan mij soms wel storen, heel die perceptie rond bedrijfsleiders, want die alleen maar gaan voor de winst, daar wil ik mij wel voor inzetten om dat beeld te doorbreken, want dat is niet correct. Ja, Daniel van Wezenbeek,
In dit parlement is zeer veel tijd gegaan naar het uitwerken van een energiepact, waarmee energiedoelstellingen moeten worden gerealiseerd. Ja, een grote verantwoordelijkheid ligt daarbij bij het bedrijfsleven. Een niet onbelangrijk punt in die discussies was statiegeld op wegwerpblikjes. Uw partij was daartegen. Ja, dat klopt. Open VLD denkt dat statiegeld niet de oplossing is. Wij denken eerder dat we gerichtere controles moeten doen op zwerfvuil bijvoorbeeld. Hè. Want uiteindelijk was dat de aanleiding van heel de discussie. Hoe los je zwerfvuil op? En als je kijkt wat zit in zwerfvuil, dan zijn dat niet zozeer blikjes en petflessen. Wij vinden dat we er eerder gerichtere controles op moeten doen en zo verder om dat zwerfvuil, die problematiek er rond op te lossen. Er is ook een verantwoordelijkheid bij de leveranciers van die bepaalde materialen en zo verder. Dat ze zelf meedenken van kijk, hoe kunnen we ervoor verhinderen? Hoe kunnen we verhinderen dat er nog zwerfvuil op de straten terechtkomt? Dat is één. Twee, als we kijken naar wie er sorteert, hè, reeds 89%, en ik denk dat het ondertussen zelfs 90% is van de Vlamingen, die sorteren al. Dus dat wil zeggen dat er 10% van de mensen hardleers is. Moet je toch de vraag stellen van, gaan we dan die 90% van de mensen straffen die wel hun werk goed doen, voor die 10% die het eigenlijk niet naar behoren doen? Ik denk dat we verder moeten kijken. En dat is, moeten wij of kunnen wij nog wel leven in een wereld waar dat plastic nog altijd blijft bestaan? Als je de visienota 2050 leest van Vlaanderen, willen wij eigenlijk streven naar een Vlaanderen waar we rekening houden met ecologische grenzen. Een van die transitie, en ze noemen dat dan de transitieprioriteiten, want we staan voor heel veel uitdagingen, een van die transitieprioriteiten is van kijk, circulaire economie. Dus dat wil zeggen dat we op een andere manier met materialen moeten omgaan. Slimme materialen. Dus materialen die we gaan gebruiken, maar die we kunnen blijven hergebruiken en die niet vervuilend zijn voor onze samenleving. Dat is eerder het standpunt van Open VLD. Dus we gaan niet zeggen dat plastic dat moet blijven bestaan. We kijken verder dan onze neus lang is en we zeggen van kijk, nee, op lange termijn moet dat vervuilende plastic eruit. Vandaar ook dat wij mee hebben gesteund het verbod op plastic zakjes, dat moet eruit. Het verbod op plastic zakjes, dat steunen we wel. Ja. Dus het is stap voor stap totdat eigenlijk al die vervuilende elementen eruit zijn. Ja, dit specifiek dossier is wel een raakpunt van verschillende krachtsgroepen. Hè. Er zijn de middengroepen die met het milieu bezig zijn, er is de consument, er is de distributiesector, er is de industrie zelf. Als parlementslid moet je al die input verwerken. Ja. U hebt daarbij twee petjes op. U bent en bedrijfsleider en politicus. Hoe draait u dat petje dan? Ja, laat ons zeggen dat ik mij toch niet altijd laat verleiden door wat het bedrijfsleven vindt. Ik zit in een progressieve partij. Ik wil meewerken aan een wereld waarin het beter is, zonder daar wollig over te doen. Maar ik denk wel dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik leg dat ook uit aan die bedrijfsleiders. Bijvoorbeeld als het gaat over de automobielsector. Oké, je kunt wel blijven streven naar zoveel mogelijk wagens te verkopen. Maar we moeten wel kijken van, kijk, is dat niet te vervuilend? Ja, dat is vervuilend. Zeker die dieselwagens, dus moet er op een andere manier naar mobiliteit worden gekeken. En dat is een kwestie van overtuigen. Ik heb ondertussen in de politiek al lang geleerd van je kan toch niet iedereen tevreden stellen, maar eigenlijk moet wel een bepaalde overtuigingskracht hebben, hè, om de dingen uit te leggen. Ja, die discussie rond statiegeld dateert al van 20 jaar terug met Vera Dua. Toen nog Aglef, denk ik, die begon met die gedachten binnen te brengen. Er is nu een zekere sense of urgency binnen de politieke wereld over die klimaatdoelstellingen. Mm-hmm. Maar is het toch niet too little, too late? Zijn we toch niet te laat gestart met het realiseren van al die doelstellingen? Misschien is dat die bewustzijn daar rond, of dat bewustzijn daar rond te laat gecreëerd. Maar ik denk, op de klimaatmars kwamen toch 75.000 mensen op straat. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is dat we dat signaal opvangen. En dat de politiek dat ook ter harte moet nemen. Te laat, we kunnen niet zeggen het is te laat, dus we gaan er niks aan doen. Ik denk dat we net grotere stappen moeten nemen. Ja, dat is een van de pijnpunten, niet zeker voor uw partij, dat veel van die maatregelen ingevoerd worden, begeleid door fiscale maatregelen. Ik denk dat dat een optie is, dat wordt nu bekeken. Hè. Ik denk dat dat eigenlijk eerder iets zal zijn voor de volgende legislatuur. 13,4 miljoen documenten waarin melding wordt gemaakt van organisaties, bekende personen, koningshuizen, maar ook van Belgische bedrijven.
Belgische bedrijven die er alles aan doen om belastingen te ontwijken via offshore constructies. Aan de andere kant zijn er een deel van die bedrijven die ook beroep doen op Vlaamse subsidies. En ik denk dat we allemaal aanvoelen dat daar toch iets niet juist zit. Alleszins, ik vind dat dat toch niet kan. Ja. Aan de ene kant maken ze gretig gebruik van die subsidies en aan de andere kant versluizen ze hun winsten naar het buitenland om toch maar geen belastingen te moeten betalen. Haaks daarop zit ik onze KMO's die niet altijd de expertise hebben om die subsidies binnen te halen. Die hebben die adviseurs niet, dat kost dikwijls ook veel geld. Maar die betalen wel de volle pot aan belastingen. Nogmaals, ik denk dat we allemaal aanvoelen dat dat niet juist zit. Daniel van Wezenbeek, we hadden ook u gevraagd van een eigen fragment aan te brengen. Ja, en u gaat geen moeilijkheden uit de weg, want u kiest voor een nogal delicaat fiscaal onderwerp, de Paradise Papers, bedrijven die gebruik maken van offshore structuren om te ontsnappen aan het betalen van rechtmatige belastingen, veronderstel ik dan. En u zegt van ja, dat kan eigenlijk niet, hè, want we kunnen dat niet tolereren. We moeten dat eigenlijk zelfs koppelen aan een soort analyse van subsidiebeleid. Subsidies niet voor bedrijven die zich daar schulden gaan maken. Ja, dat klopt. Nu, je moet weten, mijn achtergrond, ik kom uit de KMO-wereld. En de KMO-wereld, laat dat zeggen, die hebben niet de kennis om eigenlijk allerlei soorten van constructies op te zetten om minder belastingen te betalen. Zij betalen eigenlijk altijd het gelag. Dus zij betalen de hoogste schaal altijd van de belastingen. Dat is één. Twee, het subsidiebeleid, ik denk dat we daar kritisch naar moeten kijken. Hè. Ik hou niet echt van een Sinterklaasbeleid. Je moet weten, ik heb mijn bedrijf ook uitgebouwd. En nu spreek ik vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb mijn bedrijf kunnen uitbouwen zonder 1 euro subsidie. Dus dat wil wel zeggen, in sommige gevallen moet u toch de vraag stellen, is het nodig, ja of nee? Als je dan ziet dat grote bedrijven erin slagen om enerzijds belastingen te ontwijken, maar anderzijds wel de kennis in huis hebben, en dikwijls doen zij beroep op subsidiologen, zoals we dat noemen, om dan grote bedragen overheidsgeld binnen te halen, dan vind ik dat dat echt niet met elkaar rijmt. Dus we moeten dat eigenlijk heel, heel kritisch onder de loep nemen. Ik ben daar altijd zeer consequent in geweest. Subsidies, wanneer hebben ze effect en wanneer hebben ze geen effect? Dus ik ben nu met dat parlementair onderzoek bezig. Laten we zeggen, als het gaat over innovatie, moeten we dat toch eens bekijken, want innovatie, daar gaat ook een bepaald risico aan te pas, hè? Innovatiesubsidies, maar als het gaat over economische subsidies, dus bedrijven die erin slagen om economische subsidies binnen te halen, maar anderzijds wel ervoor zorgen hun winsten naar het buitenland versluizen om geen belastingen te betalen, dat zijn twee zaken. Allee, het kleinste kind begrijpt dat toch? Dat zijn toch twee zaken die je niet kan rijmen. Ja, maar het is natuurlijk wel een zeer breed probleem, hè? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de, u spreekt inderdaad over KMO's, maar als je kijkt naar de grote nieuwe techbedrijven, de Amazons van deze wereld, de Airbnbs, de Googles, die passeren allemaal via Ierland, die betalen geen belastingen in heel Europa niet. En daar kan u als Vlaams parlementslid ja, veel minder aan doen, veronderstel ik. Nee, maar dat is natuurlijk geen argument om te zeggen van oké, dan ga ik die strijd niet aan natuurlijk. Hè. Nee, ik denk inderdaad dat dat is een mondiaal probleem. Hè. Dus eerst wordt er gezegd van kijk, we moeten dat Europees oplossen. Ik denk zeker dat Europa daar een rol in heeft. Hè. Dus er is eigenlijk een soort van competitie tussen al die verschillende Europese landen. Stel dat we dat probleem oplossen, ja, dan gaan die grote bedrijven, die gaan dan wellicht naar Zuid-Amerika, omdat ze daar weer andere fiscale voordelen hebben. Dus ik denk dat we dat op lange termijn moet dat sowieso mondiaal opgelost worden. Hè. Ja, er was een recente studie van de Nationale Bank die de gewezen minister van Financiën van Overtveld nog gereleased heeft, waaruit blijkt dat die offshore fondsen fors terugvallen uit de Cayman-eilanden, uit Jersey, dat vermindert allemaal fors. Anderzijds zien we dat die in Dubai met 6 miljard stijgen. Dus dat zwart geld zoekt toch altijd zijn weg van de minste weerstand. Wel ja, maar dat is ook wat ik juist zeg. Hè. Wat ik juist zeg, uiteindelijk moet je dat gewoon mondiaal oplossen. En ik denk dat dat de grootste uitdaging gaat zijn om al die landen in dezelfde richting te krijgen. Hè. Ja, maar wat u zegt, u hebt het ook al eerder in dit gesprek gezegd, u staat voor ethisch en duurzaam ondernemen. Klopt. Ja, en dat is toch iets wat relatief recent is in het bedrijfsleven.
Ja, dat weet ik niet. Laat ons zeggen dat ik 10 jaar geleden al bezig was met maatschappelijk ondernemen. Wat was de problematiek toen? Dat was een enorm administratief gegeven. Dus bedrijfsleiders die zich engageerden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hè, dat ging toen bijvoorbeeld over het aanwerven van mensen met mindere kansen enzovoort. Die moesten een dossier doorwerken van 500 pagina's. U begrijpt, ja, zeker in KMO's, die hebben daar geen tijd voor. Dus ja, er werden toen al eerste stappen gezet. En ik denk dat we nu stilletjes aan tot een algemeen consensus komen dat wel de juiste weg is die te gaan is. Hebben we al iedereen overtuigd? Nee, dat nog niet. Er zijn natuurlijk nog een aantal heel conservatieve bedrijven, maar ja, nooit opgeven. Hè. Nee, maar kort, hoe waren de reacties binnen dit parlement op het feit dat u deze problematiek naar voren bracht en die link legde tussen subsidies en offshore structuren? Laat ons zeggen dat mijn persoonlijke visie, en ook die van mijn partij trouwens, is van kijk, hoe gaan we nu eigenlijk om met subsidiegeld? Moeten we dat nu gewoon gratis weggeven? Als er ook een mogelijkheid bestaat dat er bedrijven ergens anders hun winst gaan optimaliseren? Ik denk dat eigenlijk niet. Ik heb toen misschien een taalkundige fout gemaakt en ik heb gezegd van ja, kijk, laat de overheid participeren. Dat is toen in het groot in de tijd verschenen. Participeren is misschien wel ongelukkig, maar we kunnen bijvoorbeeld wel eerder spreken van renteloze leningen. Hè? Of daar bepaalde voorwaarden aan koppelen. Van kijk, u wilt subsidie, oké, dan moet er bijvoorbeeld een soort van code of conduct getekend worden. Van kijk, hè, gaat u wel ethisch om met overheidsmiddelen of met winsten of wat dan ook. Dus dat zijn ideeën die toen gelanceerd werden. De minister-president, hè, Bourgeois, die heeft toen geantwoord dat hij er eigenlijk ook niet echt, hij was daar niet heel enthousiast over. Ik betreur dat, maar ja, zoals ik er juist al zei, never give up. Hè. We blijven verder gaan. Hè. België heeft een slecht rapport gekregen. Als het gaat over de economische macht tussen mannen en vrouwen, hebben we maar 38% gekregen. Dus we doen het niet goed, we zijn gebuist. In concrete cijfers wil dat zeggen dat vrouwen in topfuncties, 1 van de 4 is vrouw. Dus dat is te weinig. Ja, Daniel van Wezenbeekos, ook onze redactie heeft een fragment gezocht dat aanleunt bij uw persoon. En ja, dat was het eigenlijk nog een beetje voor de hand liggend. U bent een vrouwelijke bedrijfsleidster. Of bedrijfsleider, zoals men het wilde uitdrukken. Er is nogal wat te doen over het evenwicht mannen en vrouwen in onze samenleving op verschillende niveaus en verschillende vlakken. Ook in dit parlement wordt daarover gesproken. U bent er zelf intussen gekomen in een van die discussies. En u hebt toen gezegd, ja, er is onder meer het verschil in taalgebruik en vacatures. En dan heb ik uiteindelijk ook wel gezegd over mannelijk en vrouwelijk taalgebruik. Maar wat is mannelijk en vrouwelijk taalgebruik? Ja, dat komt er eigenlijk op neer. Het fragment gaat eigenlijk over het feit dat er nog altijd te weinig vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven komen. En we zijn eens gaan onderzoeken hoe dat eigenlijk komt. En blijkbaar worden vrouwen ook specifiek voor bepaalde vacatures aangetrokken of net niet. En dus er is een studie die zegt dat bepaalde woorden die worden gebruikt in een vacature, doen vrouwen afhaken om mee te doen aan de selecties. En dat blijkt dus af te hangen van hoe dat die vacature is verwoord. Dat lijkt een detail, ik herinner mij nog zeer goed dat minister Homans die rolde toen met haar ogen. Ik zag haar denken van, maar waar begint die hier nu in godsnaam over? Maar als dat het verschil maakt, dan moeten we daar toch wel eens over nadenken of dat we wel goed bezig zijn. En denk ik, moet dat eventueel bijgestuurd worden. Hè? Ja, want er zijn vacatures waarvan vrouwelijke kandidaten al op voorhand zeggen, ja, hier moet ik niet op reageren, want hier maak ik geen kans. Ja, klopt. Puur door taalgebruik. Door het taalgebruik. En dus meestal zijn die vacatures ook geschreven door mannen. Door mannen, ja. Maar dat brengt ons al onvermijdelijk bij het verhaal van de quotas. Bent u voorstander van opgelegde quotas waarmee vrouwen beter vertegenwoordigd worden? In het bedrijfsleven, of zeker als we spreken over KMO's, uiteraard niet. Ik ben nog altijd een liberaal. Ik vind dat voor een stuk moet de markt spelen. Nee, maar ik geloof wel heel sterk in rolmodellen. En ik zal u ook toelichten waarom. Mm-hmm. Ik heb destijds zelf de Women Award gewonnen. Hè, dus dat is de prijs onderneemster van het jaar. Dat is nu een jaar of 5, 6 geleden. Als je zo'n prijs wint, dan krijg je ook een podium. Gedurende een jaar ga je dan spreken van Oostende tot in Turnhout en zo verder. En ik heb heel
heel veel gesproken voor een publiek van vrouwen die onzeker waren, die niet wisten van ga ik wel ondernemen, ga ik die sprong wel wagen en zo verder. En door een eerlijk verhaal te vertellen, want ook daar hangt er zo'n perceptie van ja, die zal het wel goed, die zal het wel allemaal voor elkaar hebben. Maar ik heb een eerlijk verhaal verteld, dat het bij mij soms ook puzzelen is om de kinderen van school te halen of af en toe was er ook wel eens een lege ijskast als je thuis komt, als je een bedrijf leidt. Maar kan je ook vrouwen inspireren? En ik heb meermaals meegemaakt dat ik dan sms'jes of berichtjes kreeg van kijk, door uw verhaal te delen ben ik toch wel begonnen aan mijn zelfstandig ondernemerschap. En ik denk dat we het op die manier moeten doen. Ja, een van de ankerpunten of grijppunten die de politiek dan toch gelegd heeft op die problematiek is de verplichting voor beursgenoteerde bedrijven om een aantal vrouwen in een raad van bestuur op te nemen. Ja, je hoort er dan diverse reacties op en ook diverse analyses. Wat is uw indruk daarover? Dan is dat dan negatief? Ik denk op zich is dat geen slecht gegeven. Ik denk dat op die beursgenoteerde bedrijven, daar heerst toch nog altijd een andere dynamiek als in een KMO of in een kleiner bedrijf. Dat gaat dikwijls toch... ik heb ooit eens Marcia de Wachter horen spreken. Dat is nu geen Nationale Bank, is geen beursgenoteerd bedrijf, maar ze sprak toch altijd over de Old Boys Club, hè, die dan dikwijls in de late uurtjes toch nog iets gingen drinken met een whisky. Eigenlijk zijn dat netwerken waar dat vrouwen heel moeilijk ingeraken. En in die zin, denk ik, is het misschien niet slecht om daar op een, laten we zeggen, artificiële manier ook vrouwen in die wereld te krijgen. Ik denk dat we ons eerder de vraag moeten stellen van kijk, waarom wordt er gestreefd naar die gendergelijkheid? En dat is natuurlijk omdat er vrouwen een andere aanpak hebben in het bedrijfsleven dan mannen. En dat is net een verrijking. Hè? Ja. De media houden van lijstjes maken. Er zijn machtige mensen, rijke mensen. Maar er zijn niet veel lijstjes van vrouwelijke bedrijfsleidsters. Als het dan nu echt kan, daar verandering in komen. Ja, ik pleit wel voor meer vrouwen. In alle eerlijkheid, als ik kijk naar de netwerken van bedrijfsleiders en ondernemers, heb ik de afgelopen 10, 15 jaar niet veel verandering gezien. Dat geeft natuurlijk ook opportuniteiten, maar ik heb niet veel zin om een excuustruus te zijn. Hè, want je wordt natuurlijk voor van alles en nog wat uitgenodigd. Hè. Die werkgeversorganisaties doen echt wel hun best om wat meer vrouwen in die netwerken te krijgen. Maar in de realiteit zie ik dat nog weinig. Nu, in cijfers blijkt wel dat er meer en meer vrouwen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Ondernemerschap, dat wel. Ja, goed. Dan is Michael van u te bedanken voor dit gesprek en u het allerbeste te wensen voor 2019. Met plezier, dank u.